Werkende moeders moeten tijdens werkuren normaal de ruimte krijgen om borstvoeding te kunnen geven aan hun kinderen. Daarom hebben het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, en de Staatsoliemaatschappij Suriname kolfkamers ingericht op de werkvloer. De officiële bekendmaking werd gedaan in verband met Internationale Borstvoedingsweek, die jaarlijks van 1 tot en met 7 augustus wordt herdacht. Sharon Sarijan Chokro, hoofd van de Family Health afdeling van het BOG, spreekt van een mijlpaal, omdat dit bijdraagt aan de normale werkvoorzetting van het werk door de moeders. In de wet worden ook werkgevers gestimuleerd om vrouwen in de gelegenheid te stellen om borstvoeding te geven. In dat kader en met het oog op het thema van 2023, Let's Make Breastfeeding and Work Work, heeft het BOG met de volle ondersteuning van UNICEF op 12 mei van dit jaar de kolfkamer bij het BOG in gebruik genomen. Een applaus, ja, daarvoor. De kolfkamer is bedoeld voor de zogende moeder om tijdens werkuren haar zog af te kolven, zodat deze niet verspild wordt en zodat de moeder niet meer uren hoeft te lopen met gespannen borsten. Zij kan in een veilige en nette omgeving de melk afkolven. De melk kan op juiste temperatuur worden bewaard en meegenomen worden voor de baby of gegeven worden aan de oppas voor de volgende dag. Met de lancering van de kolfkamers hopen de bedrijven een bijdrage te leveren aan de bewustwording over het belang van borstvoeding voor moeder en kind. Het BOG pleit voor beter beleid door de regering voor werkende moeders en borstvoeding.